Binnen het lectoraat doen we onderzoek naar hoe we van Rotterdam een energie-neutrale stad kunnen maken. En dan gaat het vooral om onderzoek in de gebouwde omgeving. Een belangrijk onderzoek wat we gaan doen is in de bestaande bouw. Daar gaan we twee soorten onderzoek doen. Om te beginnen met de woningen zelf. We gaan kijken of we die kunnen renoveren, energie-neutraal renoveren, maar dan helemaal van buitenaf. Want dan kan de woning gewoon bewoond blijven worden door de bewoners en heeft die heel weinig overlast. Dat betekent ook dat de hele gebouwde omgeving er totaal anders uit gaat zien. Ook daar gaan we onderzoek naar doen. Dat doen we dan samen met de gemeente Rotterdam en met een aantal partners waarmee de gemeente samenwerkt. Kijken wat gebeurt er als we op hele grote schaal al die nieuwe technieken gaan toepassen. Nederland kent ongeveer 7 miljoen woningen. En de bedoeling is dat die in 2050 allemaal energie-neutraal zijn. En er moet nog heel wat gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. Mijn lectoraat werkt uiteraard niet alleen aan het oplossen van al deze problemen. We hebben een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld Duzin, Doupel en Arjen Karsenberg. Omdat we eigenlijk aan dezelfde problemen werken. Zij heel erg vanuit het biobased bouwen en in mijn lectoraat vanuit het energie-neutraal bouwen. Daarnaast hebben we met maatschappelijk vastgoed hebben we contact, want het moet natuurlijk ook allemaal uitgezocht worden hoe we dit gaan betalen. En we werken met Christophe Maria Ravensloot samen, omdat we ook zoveel mogelijk biobased materialen willen toepassen en daar onderzoek naar willen doen. En tenslotte zijn we bezig ook met het bouwproces, zeker voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor de bestaande bouw, om dat op een andere manier te stroomlijnen dan tot nog toe het geval is. Als je het hebt over successen, we beginnen bijvoorbeeld met Maskerade met een prototype te bouwen. Dat moet in een jaar klaar en dan moeten we de eerste evaluaties hebben, want daarna gaan we het opschalen naar 8 woningen en die worden hier ook op de heiplaat neergezet. En die 8 woningen gaan we verder onderzoek dan doen in bewoonde toestand. En als dat helemaal succesvol is, dan is er een woningcorporatie die heel graag gebruik wil maken van die informatie om die woningen dan op grote schaal in Rotterdam neer te gaan zetten. Tijdstip is er echt nu. We moeten aan de slag, want anders gaat het echt mis.